Bianca hier weglokken als ze er niet is? Ik heb geen idee. En waarom weet niemand waar ze uit hangt? Ze neemt de telefoon ook al niet op. Als je niet heel erg vindt, ik zit met Ricky in gesprek. Ik ook. En dit is even belangrijk. Het is een verrassing voor Bianca. Anton. Nee, hè? Waarom is ze nou ineens thuis? Maar... Oké. Okay. Nou, de surprise lunch gaat niet door. Bianca is al thuis. Dus weg, verrassing. En Anton wilde even alleen met haar zijn. Nee, schatje. Zo, lekker vriendin ben jij. Ricky's nummer jatten en had mee proberen te scoren. Zo was het helemaal niet bedoeld en dat weet Ricky zelf ook. Oh, laat me raden. Je vindt het heel normaal wat Diet heeft gedaan? Het was niet zo netjes, maar ik begrijp inderdaad niet waarom Ricky er zo moeilijk over doet. Oh, jij begrijpt niet. Er is niks in jou. Hallo, mag ik ook even? Ricky, ik wil heel veel met je praten over dat radiooptreden voor straks. Ik heb jou helemaal niks moeten zeggen. Ik weet dat je liever niet wil dat ik het nummer zing, dus dat doe ik ook niet. Ik vind onze vriendschap veel belangrijker. Heb je het afgezegd? Nee, ik heb een nieuw nummer geschreven, dus ik hoop dat ik dat mag zingen. Dat had je eerder kunnen bedenken. Het is waarschijnlijk niet zo goed nummer als dat van jou, maar ik ga het gewoon proberen. Ik zeg Robin dat Waar ben jij niet van mij is, maar ik zal hem ook niet zeggen dat het van jou is. En daarmee is alles opgelost? Ik heb een beter idee. Jij gaat naar Robin toe en je gaat zeggen dat Waar ben jij van jou is. En dan ga je het alsnog inzingen. Maar ik wil niet dat dat nummer bekend wordt, of Wiet het nou zingt of ik. Maar je hebt toch heel veel nummers in Wiet die... heeft gewonnen. Ja, met Ricky's nummer, ja. Robin heeft Wiet niet alleen uitgekozen om dat nummer. Ook vanwege haar stem. Bedankt dat je dit voor me doet.